Welkom. Vertel eens, wat ben je tegengekomen afgelopen week? Deze week ben ik eigenlijk sinds maandag erg verkouden. En omdat ik verkouden ben, gaan dingen op de een of andere manier anders dan als ik gezond ben, denk ik wel. Of het klopt, weet ik niet. Er waren twee dingen gebeurd die, waarvan ik dacht van goed, waarom gebeurt het me nu? Maar waarschijnlijk omdat ik dan te moe ben of niet goed op dingen let, gebeuren die dingen. Nou, het eerste fenomeen was dat ik vrijdag op mijn werk mijn telefoon ineens kwijt was. En ik begreep er helemaal niks van, dus ik denk, waar kan ik nog gebleven zijn? Dus erg, ja, eigenlijk zo'n soort gevoel van, kan dat nou toch? Ik bedoel, dat moet je toch horen? Of, het was dus allemaal niet zo makkelijk herleidbaar. En het kost me dus gewoon energie om ook te denken van oké, ik moet eigenlijk alles stopzetten. En ik moet echt alleen maar denken, zoek de telefoon. Want ik kon wel een andere telefoon lenen, maar ik heb gewoon heel veel aan mijn eigen telefoon. En ik moet ook bereikbaar zijn. En je kan wel de telefoon laten zoeken via, weet ik wat, dat iedereen ernaar gaat zoeken. Maar dat vond ik weer veel te vergijza. Ik dacht, nee, ik moet het zelf vinden. Dus op een gegeven moment, na een half uurtje, dacht ik, nee, alles zet ik stop. Ik ga gewoon alleen maar op zoek. Wat heb ik allemaal gedaan? Waar is die telefoon gebleven? Ja, dat zijn een soort van moderne ramp, hè? Want er zit een heleboel in die telefoon. Je bent eigenlijk je houvastje kwijt. Ja. En op zichzelf natuurlijk, dat gebeurt misschien omdat je verkouden bent, normaal gebeurt het niet. Maar het zijn aardige inkijkjes eigenlijk in hoe we als mens met al die houvasten omgaan. En hoe jij zelf met die houvasten omgaan. En wat we eigenlijk met die meditatie doen, is vaker kijken naar dingen die je een ramp vindt. Want het is van, ja oké, er gaat niks aan ten gronde, maar het is even een ramp. En in plaats van daar dan wat aan te doen, daar alleen maar bij te zijn. En dan leer je dus ook zijn bij een situatie waarin je houvast ontbreekt. En dat kunnen we gewoon gaan doen door meditatie in beweging. Dan gaan we staan en we bewegen. En ik verzin wel wat om te zeggen als instructie. Prima.